En zo gingen ze vroeger varen? Ja, met een chalk of zoiets ergens. Met zeil, hè? Die met een motor natuurlijk. Oh ja, dit is met een motor, hè? Ja. Zonder motor zijn dat. Kan ik eten? Ja. Ja, ja, we gaan even binnen. Ja, precies. Doen we even het sport aan, hè? Nou, heerlijk geniet in de zonnetje. Ja, prachtig, ogen dicht. Oh, mooi hè. Leuk hè. Wel cool. Die vlag, die hoe heet dat? Zie je dat, die Nederlandse kleine vlag? Helemaal boven. Ja. Deze kan dat niet zo bladeren. Vaak is het kopen niet het probleem, het onderhouden is vaak het probleem. Dus je moet dan lichtgeld betalen, je moet dan dat ding elk jaar schilderen. Ja, dat is het ding. Want ik heb in Oostenrijk heb ik hier blijkbaar niet hebt. Je hebt in Oostenrijk betaal je voor die auto's, maar des te hoger de PS, des te meer je moet. Is dat hier ook lastig, nee, je gaat naar gewicht. Hier gaat naar gewicht, hè? Dus des te groter, des te zwaarder de auto, dus oké, ja. In Duitsland gaat dat naar het motorinhoud. Dus 2 liter, 3 liter motor. Dat is een rabbakken van 100 meter lang, hè? Ja, er staan al een paar machines in. We hebben een schroefwater ook. Hier, maar dit heeft niet van. Snel te varen, hè? Als je maar heel veel verred kan duwen. Ja. 8000 ton of zo. Ja, dat gaat op die kracht. 8000 ton. Weer trouwens. Dit is Veerhaven de 7. Ja. Oh nee, als het ervoor staat betekent het eigenlijk 2 3. Nou nee, 7. Ja, top wel. Dat is ook zo mooi. Vroeger hadden ze geen 7's, hè? Er werd een waarde van een getal werd uitgedrukt in een letter. Ja. Letter A was dan altijd de waarde van 1. Oké. Okay. En de eerste werkelijke handelsstad, want dat was echt de eerste echte stad die er in bestaan was. Daar werden echt van munten, die noemden het goud was voor mij. Dat was de eerste echte geld. Dat zoveel gewicht goud krijgt. Toch? Nou, maar wat dacht je dan van zout? Ja, dat was natuurlijk wel mooi. Heel veel lange munten en geld gehad, maar daarvoor is het inderdaad. Ja, maar waar het echt is ontstaan, hè, met zeg maar dat goud, weet je wat er daarmee is gebeurd daarna? Dat goud, hè, omdat hebben ze dan gesmolten en vermixt met koper. Ja, ja. Zodat ze meer munten eruit kunnen krijgen. En zo is de waarde van goud verloren gegaan. Want op een gegeven moment heb je 10 half koper en half goud munten nodig om 1 echte gouden munt in waarde. Ja. Mm-hmm.
ja, het is natuurlijk wel een echt ouderwets stuur. En deze stuur is eerst een groot stuur daar zo. Water, dat is het eigenlijk water wat er uit de zee komt. Het is koelwater, het is eigenlijk wat uit de zee komt. Ja, oké. Misschien met de koelwater.